Dames en heren, welkom bij het Gelderlander Nieuwscafé van 29 november, de laatste vrijdag van deze maand. Ik ga jullie eerst even voorstellen wie er allemaal op de bank en op de stoel tegenover mij zitten. Ik begin uiteraard met een hartelijk welkom aan Antoinette Verstegen. Dat is mijn co-presentatrice van vandaag. Antoinette is communicatieadviseur bij de gemeente Boxmeer, heet het officieel, hè? Ja, dat heet zo en dat is ook zo. Ja, daarom. En schrijfster van onder andere columns over haar persoonlijke leven. Weten we ondertussen heel veel van. Nou, hoef het daar niet meer over te hebben. Dat schiet wel lekker op. Kunnen we dat overslaan? Ja, dat weet iedereen toch al. Ja. Voor de insiders die met pers te maken hebben. Antoinette staat bij mij en mijn collega's bekend als de snelste en de beste persvoorlichter uit het hele land van Kuik. Dus die steek je weer in de zak. Die hebben we weer binnen. Die heb je binnen. Maar dat heeft ook met de organisatie te maken die transparant wenst te zijn. Anders zou ik het ook niet zo goed kunnen doen. Ja, nou, dus even, die wil ik even doorpassen. Dat is goed. En dan moet je dat maar een keer uitleggen bij jouw nieuwe collega straks in de nieuwe gemeente Land van Kuik hoe dat werkt. Ja, voor de rest hebben we op de bank zitten in het midden Rob Hofman, voorzitter van de Kuikse voetbalvereniging Siool. En inmiddels bijna bekende Nederlander. Waarom, dat gaan we straks uitleggen. Rachel Zandvliet en Saskia Mundi van de dierenambulance Land van Kuik. Heel veel in het nieuws geweest de laatste tijd vanwege een paar hondjes die gevonden zijn in de weiland bij Sint Agatha. Ad Berend zit naast Rob. Die gaat duidelijk maken waarom Mil zo snel mogelijk moet gaan aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Kuik. En naast Ad, hij valt nog net niet van de bank af. Corné Kremers. Corné Kremers, dat is voor de mensen die niet weten, de ongekroonde burgemeester van Mil, zullen we maar zeggen. Ja, toch? Pas nog een prijs gekregen. En als wij als Gelderlander iets over Mil willen weten, dan bellen we Corné en dan zijn we altijd helemaal op de hoogte. Ja. Dus, nou, Corné, ik wil met jou beginnen vandaag. Jij hebt pas de prijs gekregen voor, dan moet ik even zorgen dat ik het goed zeg. Opmerkelijke ondernemer Land van Kuik en Noord-Limburg. Kijk. Voor het geval ik het verkeerd ga zeggen. Ja. Want ik kreeg er pas een mailtje over van iemand die schreef gefeliciteerd met je rare ondernemersprijs. Maar dat was het niet. Dat is iets anders. Dat nee. Opmerkelijke doen ze niet. Ja. Nee, waarschijnlijk. Okay. Even voor de mensen die jou niet kennen, Corné. Je bent betrokken bij de ondernemerscollectief Mil. Ja. Bij Ontdek Mil. Ja. Je bent de man achter de Nije Krant in Mil. Ja. Ja. En ongetwijfeld vergeet ik nou een heleboel. Ja, bij de lokale omroep Mil doe ik nog wat dingen. Ik doe management van de Eetbol Boppers hier uit Land van Kuik, rock'n'roll band. En meer van dat soort dingen. Vooral meer van dat soort dingen. Ja. Zijn er dingen waar je niet bij betrokken bent in Mil, Corné? In Mil weinig, hè? Nee, in Mil weinig. Maar dat komt dan ook omdat ik natuurlijk de Nije Krant heb en de website inmil.nl is van mij. Dus als mensen iets willen organiseren in de gemeente Mil en het moet gepubliceerd en gepromoot worden, komen ze nogal licht bij mij terecht. Ja, ja, precies. En als ze niet bij mij terechtkomen, dan bel ik op waarom ze niet bij mij komen. Ja. Nou, dan weten ze maar dat dan, ook weer. Maar dan krijg je zo'n prijs. En wat doet dat met je? Het was echt een verrassing. Hè? Het was op, 7 november of zo, in Schouwburg in Kuik. Dat was de verkiezing van de ondernemer Land van Kuik en Noord-Limburg. Dus de ondernemersprijs werd er uitgereikt. En mijn vrouw en ik waren uitgenodigd door de Rabobank. Daar had ik presentatieklussen voor gedaan, wat interviews voor gedaan en zou ik gaan doen. En toen zei ze, nou, dat is leuk als je dan meegaat daar naartoe, naar de Schouwburg in Kuik, want dan kunnen alvast wel andere mensen van de bank leren kennen. Nou ja, wij zaten daar heel rustig en toen ging het in één keer over een opmerkelijk ondernemersprijs. Ik wist niet eens dat het bestond eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Werd voor de derde keer uitgereikt. Nou ja, en toen begon het filmpje te draaien, alles werd donker, want we hebben dan nog niet verteld, ik ben blind, hè. Dus alles werd donker in de zaal, het geluid begon en alles viel weer uit. Dus iedereen dacht van, het gaat mis, hè, lekker professioneel. Maar dat bleek er dan bij te horen, dus dat iedereen in donker zat en dat het toch gewoon doorging het organiseren en het leven en het beleven. Nou ja, en uiteindelijk dacht ik wel, of mijn vrouw zei, volgens mij gaat dat over jou. Zo, volgens mij ook, ja. Dus nou, ik vond het mooi, ik vond het bijzonder.
ik ben er ook wel blij mee, moet ik zeggen. Maar dan vooral niet omdat mensen dan zeggen van het is mooi wat je doet en je doet van alles en het is goed wat je doet. Ondanks dat je blind bent, want als er de achteraan komt, dan hoeft het niet. Wat je doet, dat doe je goed. En dat niet dan ondanks, maar gewoon, ja, ben blind. Ja, nee, ja. Maar dat houd je niet tegen. Maar goed, daar wil je het niet om gedaan hebben. Of nee, dat snap ik helemaal. Nee, als ik goed had kunnen zien, had ik het waarschijnlijk ook gedaan. Dus. Nou ja, lijkt me ook een flink rijtje wat ik zo zie. Ja, ja. Stimuleert het dan ook nog omdat je denkt, ik ga nog meer doen? Ik heb nog meer ideeën? Of? Ideeën genoeg. En als ik dan daar weer partijen in vind die met me mee willen doen, zeg maar. Of die, want ja, we kunnen een heleboel plannen hebben, maar uiteindelijk moet het ook allemaal betaald worden en financieel haalbaar zijn. En ik ben ook volledig sinds, 2013 zelfstandig ondernemer. Dus ik krijg nergens geen uitkeringen of wat dan ook van. Dus ik moet gewoon de eigen boterham verdienen. Dus ja, dat moet, op een gegeven moment kunnen een heleboel doen, maar het moet ook wel op het eind van de maand weer kloppen dat je brood kunt kopen, zeg maar. Want alleen met zeggen van, goh, Krimmers, dat hadden goed gedaan, daar kun je geen brood van kopen. Weinig. Maar Corné, je hebt het over het ondernemerschap. Wat is jouw bedrijf dan precies? Mijn bedrijf, dat heet Mostime. Ik ben in 2005 is Mostime opgericht. Voor die tijd deed ik eigenlijk al een heleboel aan promotiewerk voor wat horecagelegenheden in Mil. Daar schreef ik persberichten voor en die stuurde ik overal naar de media. En dat werd dan vaak betaald met wat bier als je ergens ging of je ging een keer uit eten. En op een gegeven moment zei mijn boekhouder, die zei van misschien is het toch goed dat je ook facturen gaat sturen voordat je alcoholist wordt van al het bedrag. Dus toen heb ik in 2005 Mostime opgericht en alles wat ik doe valt een beetje onder Mostime, zeg maar. Dus mijn schrijfwerk, de acties die ik doe, evenementen, activiteiten die ik organiseer. Ik heb een paar keer consumentenbeurzen georganiseerd onder Mostime. En in 2012 heb ik het initiatief genomen om de Nijkrant, een huis-in-huiskrant, op te richten. Omdat ik toen wel al een heleboel persberichten schreef voor iedereen, maar dat werd niet goed genoeg gepubliceerd naar mijn zin. We hadden toen de Courier nog, hè, dat was toen Wegener, daarna werd persgroep, dat werd helemaal erg. We hadden de... Nee, ik zeg het, hè, knippen we er wel uit. Vandaar dat die is opgegeven ook, hè? Nee, toen kregen we nog de Maas natuurlijk wel, de Trompetter leefde in die tijd nog, zeg maar. Maar ik kreeg mijn persberichten gewoon niet gepubliceerd. En daarom had ik toen ook al in Mil, die website opgericht, in mil.nl. Denk, dan heb ik in ieder geval een platform waar ik mijn eigen nieuws op kwijt kan. En toen ik in 2012 thuis kwam te zitten, want ik was toen net overgestapt naar een ander bedrijf, maar dat bleek niet zo goed te gaan als dat iedereen dacht, althans ik zelf dacht dat het bij dat bedrijf ging. Dus in mei 2012 kwam ik thuis te zitten en het was gewoon erg lastig om werk te vinden wat ik leuk vond. En toen dacht ik van nou, dan is dit wel de tijd om dan maar een eigen huis-in-huiskrant op te starten. En dat is gelukt. Ja, want de Nijkrant, ja. die draait goed, hè, in Mil. Iedereen weet jou te vinden. Ja, het draait echt goed. We hebben, ondertussen is de Courier omgevallen, die bestaat niet meer. Is dus we hebben in Mil nog alleen de Maasdriehoek door de week en wij verschijnen in het weekend. Ja, en het draait erg goed. Per 1 januari krijgen we ook de gemeenteberichten van de gemeente Mil en Sint-Hubert. Zijn we erg blij mee. Ik begrijp dat sommige andere gemeentes nog niet zo ver zijn dat ze het bij een goede lokale krant onderbrengen in het Land van Kuik. Maar... Dus misschien kunnen we de vraag aan Antoinette. Wat doen jullie met de gemeenteberichten van de gemeente Boksmeer? Wij blijven inderdaad, zoals het er nu uitziet, bij Maasdriehoek Boksmeer. Ook omdat die wekelijks is. En de Bok twee wekelijks. Okay. Terwijl de Bok ook een hele fijne krant is. Ja, en in Kuuk hebben ze nog een krant. De gemeente Mil, de raad heeft unaniem besloten om ze per 1 januari bij ons in de krant te zetten. En daar ben ik erg blij mee. En dat gaat dan zolang wij nog gemeente Mil en Sint-Hubert zijn, denk ik. Ja. Daar gaan we het zo over hebben, Corné. Dat kan zomaar heel snel afgelopen zijn, dat weet ik niet. Dat zijn wel belangen. Nou, is maar goed. Nee, maar je krijgt dan die prijs, hè? Wat zegt dat voor jou, zo'n prijs? Ja, ik vond... Ja, ik ben er erg blij mee, maar vooral ook omdat je... Maar dat is altijd met zo'n prijs. Hè. Dan moet je zelf dat weer proberen om te zetten in extra werk. Hè. Als je een ondernemersprijs wint, dan is dat mooi. En dan kun je hem thuis op de kast zetten. Maar als je dan voor de rest gaat zitten wachten tot mensen jou gaan vragen om jouw diensten of producten wat je hebt, daar gebruik van te maken, dat schiet niet op. Dus je moet zelf daar ook wel proberen gebruik, of misbruik, hoe je het ook wil noemen, van te maken. En ik merk ondertussen wel dat ik nu ook buiten de gemeente Mil
wat opdrachten krijg en ook voor de krant. Onze Nijkrant levert dan ook meteen wat advertenties. Maar Land van Kuik of nog meer? Land van Kuik, ja, net zoals wat ik net zei, die klus van de Rabobank, zeg maar. Dat is wel mede door die dingen gekomen. Dus dat vind ik leuk om te doen. Ik vind het leuk om dan daar wat breder te trekken. Dus, maar je vertelde het net zelf al, je bent blind. Dan is blind en tekst, dat zijn twee dingen die lastig te combineren zijn. Want? Hoe doe je dat? Want? Nou ja, hij verstaat je prima. Dus. Ik bedoel, kijk, ik heb hier een blaadje voor me liggen met vragen die ik aan jou wil stellen. Ja. En dat is allemaal opgeschreven, maar jij kan ze niet lezen. Nee, maar dit soort zo'n interviews, net zoals wat jij doet, hebben wij in de vorm van herfstgasten en lentegasten in mail bij het ondernemerscollectief. En dan heb ik mijn aantekeningen in braille gemaakt. Dat is altijd makkelijk, want bij mij kunnen ze nooit mijn vragen afkijken als ik vragen ga stellen. En voor de rest doe ik, en schrijven. Ik bedoel, alles werkt tegenwoordig. Hè. De computer leest keurig alles voor wat er op het scherm komt. Mijn iPhone, mijn iPad leest alles voor. Ik zeg wel eens, als je dan toch blind moet worden, kun je het beter nou doen als 50 jaar geleden. Want er is gewoon zoveel wat je tegenwoordig kunt doen. En dan ligt het ook weer vooral, wat ik bij de uitreiking ook zei, ik ben heel positief opgevoed bij ons thuis. Ik ben geboren met de oogziekte retinitis pigmentosa. Ik heb vroeger wel goed kunnen zien. Nachtblind in donker ben ik wel vanaf mijn geboorte. Ik zeg altijd dat ik tot mijn 16e heb kunnen fietsen en tot mijn 15e was verantwoord. Het laatste jaar was een beetje gokken. Maar bij ons thuis zei ze altijd van, ja, het is heel vervelend dat je slecht ziet. En mijn ouders wisten vanaf mijn 4e dat ik blind zou worden. En dan is dat heel vervelend, maar ze hebben mij dat gevoel nooit gegeven. Weet je, hebben altijd gezegd van, nou, we hebben nog twee kinderen meer en het gaat gewoon door. Bij ons thuis, mijn vader was ook ondernemer. Dus er ging een heleboel, werk ging gewoon door. En dan is dat, als je iemand het gevoel geeft dat hij speciaal is of dat het zielig is, en je bent daar gevoelig voor, dan gaat het van eigen wijk ook zielig zitten vinden. Weet je, en dat hebben ze mij nooit gegeven. Dus ik heb nooit het idee gehad om vrachtwagenchauffeur of een piloot te willen worden. Ik denk dat wordt toch lastig. Dus ik ga gewoon dat doen wat ik wel kan. En wat ik kan blijven doen, ook al word ik straks blind. Ja, en je hebt deze prijs gehad. Je hebt al een keer, ben ik bij jou geweest, omdat je een lintje had gekregen. Koninklijke onderscheiding, ja. Ja, precies. Was ik ook erg nou zeggen ze wel eens, ja, je moet op je hoogtepunten stoppen. Maar dat zou ik als ik jou was niet doen. Oh nee, dat doe ik ook niet. Nee, want er zijn nog veel meer prijzen te winnen. Dus Vertel, wat voor ambities heb je nou? Ik heb nou maar een gewoon lintje. Van weet je, maar er zijn ook ridder en leeuw in de orde, weet je, dus daar ga ik voor. Ja, ambities genoeg. Ambities genoeg, ja. Maar nee, concrete projecten die we binnenkort van jou kunnen verwachten? Of? Nee, op dit moment niks concreet. Niet dat er niet genoeg speelt. Ja, nee, maar het zijn ook vaak, ik ben ook voorzitter van Stichting Activiteiten Mel en daar organiseren we activiteiten mee, zeg maar, vanuit ondernemerscollectief. En daar hebben we op het eind van het jaar, dus dat is eind december, vaak weer een brainstormsessie. En dan gaan we kijken, wat gaan we in 2020 doen? En dan komt er ongetwijfeld weer iets leuks uitrollen waar we straks mee in de gang kunnen. Ja, je bent nu de ongekroonde burgemeester van Mil en Sint-Hubert. Is het niks voor jou om straks de nieuwe burgemeester van de grote gemeente Land van Kuik te worden dan? Nou, over gedacht? Nou, burgemeester niet, maar die gemeenteraad zit ik eerlijk gezegd wel aan te denken. Omdat ik als het straks één Land van Kuik gaat worden, zeg maar, dan wil ik wel dat onze huidige gemeente Mil en Sint-Hubert, zeg maar, dat gaat me wel echt aan het hart, hè, onze gemeente en het dorp Mil. Dus als er straks zo'n één Land van Kuik komt, dan zitten daar maximaal 37 gemeenteraadsleden in. En ik denk dan is het voor mij als Nijenkrant ook wel, want ik heb in de gemeenteraad gezeten, hè, tot 2012. En toen ben ik gestopt omdat ik de Nijenkrant begon en dat ik wilde voorkomen dat die andere 14 raadsleden in de gemeenteraad in Mil dachten van Krimmers zet alleen maar zijn eigen verhalen in de krant. Dus toen ben ik ermee gestopt om wat onafhankelijker te kunnen ogen. Al is dat ook natuurlijk altijd lastig. Maar straks als het één Land van Kuik is, dan wil ik wel een van die 37 raadsleden zijn die zorgt dat het goed komt in de voormalige gemeente Mil. En dat we kunnen blijven doen wat we in onze mooie huidige gemeente Mil en Sint-Hubert allemaal doen. Ja. Dus ik wil straks wel een van die 37 raadsleden worden. Precies. En of dat gaat lukken, gaan we straks met Ad over hebben. Ja. Dankjewel Corné dat je hier bent. We gaan jou straks ongetwijfeld nog horen als het gaat over de herindeling. Daar heb je, ik vrees ook wel een mening over. Ja. We gaan door met de dames van de dierenambulance.
Dierenambulance Land van Kuik, Rachel en Saskia. Welkom met z'n tweeën. Jullie zijn ook echt een tweetal, hè? Jullie doen alles samen wat betreft die dierenambulance. Nooit de een of nooit de ander. Nee, we zijn met z'n tweeën inderdaad. Ja, precies. Voor de mensen die het niet weten, 2 weken geleden denk ik ongeveer alweer, kwamen jullie in één keer heel erg in het nieuws, omdat er in de weilanden bij Sint Agatha 9 puppy's gevonden werden. Ja, negen stuks. En iedereen dook er bovenop. Hè. Wij doken er bovenop. Ja, Omroep Brabant, Hart van Nederland. Ben je dat in één keer... Hoe gaat dat? Heb je dan nog wel tijd om dieren te redden? Jawel, maar de telefoon gaat wel de hele dag door. Ja. En ook van mensen die graag een puppy willen. Ja, want hoe is het met de hondjes? Die zitten allemaal in pleeggezinnen, dat gaat ontzettend goed. Wel moeten ze nog gesocialiseerd worden. Er was gelijk eigenlijk die avond al duidelijk zichtbaar dat ze eigenlijk niet zoveel gewend waren. Ze kwamen ook eigenlijk van een broodfokker af. Dat hadden we eigenlijk diezelfde avond al in de gaten. Ja. Dus dat is ontzettend triest. Dus die hondjes hebben best wel veel meegemaakt. Er zijn geen normale blije puppies die je dan ergens ophaalt of vangt. Die hebben dan nog wel een hele reis te gaan voordat ze ter adoptie worden vrijgesteld. Ja, maar goed, het gaat in ieder geval goed met ja, ze. Ja, we hebben van de week toevallig afgelopen zondag hebben we er nog 2 gezien. Ja. Die zitten toevallig bij een bestuurslid van iemand van Hokerzo, de dierenopvang waar we ze heen gebracht hebben. Daar zitten ze in een pleeggezin en die zagen er ontzettend goed uit. Er was 1 husky en de andere, de lichtste van het stel, dat was een Akita. En ja, die was eigenlijk ontzettend dik, alsof die onderhand zwanger was, maar dat kon niet, want het was een puppy. En die zat gewoon heel erg onder de wormen. Die had gewoon echt een hele dikke wormenbuik. Of eigenlijk alle 9. Ja. En ja, dat was echt een wereld van verschil. Dus dat toen we ze zondag zagen, toen moesten we echt 2 keer even kijken. Want zijn ze dat? Ja, dat zijn ze. Maar ze zagen er gewoon heel goed uit. Ja, dus dat was ontzettend mooi om te zien. Ja, ja. Want hoe gaat zo'n avond? Hè? Ik heb begrepen dat er een jongetje van een jaar of 11... uit Oefeld, als ik het goed zeg. Uit Sint Agatha zelf. Die kwam er langs op de fiets en die zag die hondjes ergens. En dan? Geloof dat hij van de voetbalclub afkwam. En die zag ze en die zei in eerste instantie tegen zijn moeder, die toevallig ook dierenarts is, van er lopen iets van 11 vossen of 20 vossen rond. En je hebt daar helemaal geen straatverlichting. Dus het ziet er ook heel gek uit. En wij hebben echt ook zelf ook even een minuutje of zo staan kijken. Oké, wat hebben we hiermee te maken? Want het was ook heel donker natuurlijk. En ze zagen er heel slecht uit en heel nat geregend. En een aantal zaten ook echt wel flink onder de diarree. Dat zag er best wel raar uit. En op afstand leek de grootste misschien ook wel een moeder. En dat was ook de melding. Van er zit waarschijnlijk een moeder met een nest. En het lijken er wel een stuk of 11, 9 tot 11. Uiteindelijk bleken er 9 in totaal te zijn toen we gelijk aankwamen en gingen tellen. En dan is het kijken van hoe reageren ze. En 2 waren eigenlijk heel snel, die had race eigenlijk daarna apart zitten, omdat ze liepen heen en weer. En 2 bleven op een gegeven moment hangen ergens op een plekje. En de andere 7 die gingen de andere kant weer terug op. En die 2 waren gewoon minder actief. En die waren ook de ziekste van het stel op dat moment. Toen is Rachel daar bij gebleven en de 7 anderen ben ik bij gaan staan. En die waren letterlijk aan het vechten om het eten dat we gaven. En ik heb er een paar ook echt een paar keer op een donder moeten geven, omdat die echt de jongste van het stel flink aanvielen. Ja, ja. Dus dat is ook geen normaal gedrag voor puppies. Maar dan komen ze bij jullie terecht, hè? Maar op zich, jullie zijn de dierenambulance Land van Kuik. Ja. Maar dat klinkt logischer dan het is. Ik bedoel, jullie zijn geen... Jullie hebben jezelf opgericht, laat ik het zo zeggen. Ja, dat klopt. Ja. Vertel eens hoe dat gegaan is, wat daar de reden van is. Nou, we merkten dat in het Land van Kuik de dierenambulance heel lang op zich liet wachten of niet kwam. Vaak niet beschikbaar was. En toevallig hebben we bij andere dierenambulances zelf ook gewerkt. En dan merkten we gewoon dat dat lijntje gewoon veel te lang duurde. En we dachten al een hele tijd na over het feit dat dat eigenlijk beter kon. Eigenlijk riepen we heel vaak met z'n 2 van, zullen we dat dan zelf gaan doen? Maar ja, die stap maak je niet zomaar. En dan moet je ontzettend veel voor uitzoeken en doen en een stichting opzetten. En op een gegeven moment zei ik, ik ga het gewoon uitzoeken. En toen ben ik het gaan uitzoeken. En uiteindelijk, voordat ik het wist, zaten we aan tafel in een restaurantje het samen op papier te zetten. Ja. En ben ik daarna de notaris gaan bellen van, dat gaan we doen.
En dat willen we. Maar dan heb je een ambulance nodig en dan sla je het spaarvarken kapot. Of hoe doe je dat? Nou, vooral mijn man. Die heeft een eenmanszaak en die heeft alles eigenlijk geïnvesteerd op dat moment. Van de notaris tot de dierenambulance kopen. Want we kwamen in het begin, deden we met de privéauto, deden we net. Maar ja, dat is gewoon niet duidelijk zichtbaar natuurlijk. En je staat vaak op hele donkere plekken in the middle of nowhere en weilanden en noem maar op. Dus die ambulance was heel belangrijk. Die hebben we in mei nog alsnog aangeschaft. En toen zijn we de ambulance gaan aanschaffen, mijn man en ik. En de inventarisatie aangeschaft. En toen konden we eigenlijk duidelijk zichtbaar in de gang. En we kleren gekocht en laten bedrukken. Ja. Maar hoeveel ben je daar per week mee bezig? Volgens mij heel veel als ik jullie zo hoor. Want jullie kunnen nu ook weggeroepen worden, hè? Ja. Als er een noodoproep is, zijn ze weg, mensen. Ja, we zijn 24/7, zijn we gewoon beschikbaar, allebei of één van ons. En er is altijd iemand bij de telefoon, dat we ook gelijk kunnen handelen als het nodig is. Dus je hele leven pas je daarop aan, dat je binnenland van Kuik bent. Maar zo hebben jullie elkaar ook gevonden, of waren jullie al vriendinnen? Of is het echt de liefde voor dieren die jullie... Wij kenden elkaar van het schoolplein, onze kinderen waren bevriend. En toen in de zomervakantie heeft zij voor mijn dieren gezorgd. En zo begon het eigenlijk. En we wilden allebei iets gaan doen. Toen zijn we allebei op de dierenambulance terechtgekomen. Ik had daar al een aantal jaar op een andere dierenambulance gewerkt. En toen zei ze, dat lijkt me eigenlijk ook wel leuk. Dus zo is het begonnen. We hebben ons toen aangemeld en we zijn als koppel gaan rijden. En we bleken gewoon een hele goede klik te hebben. En van het een kwam het ander. Maar bedenk, hè, want jullie hebben wellicht ook wel eens een feestje. Dan gaat een pieper en zijn jullie weg? Ja, we houden er echt wel... soms als we echt iets hebben wat belangrijk is, ook privé, dan regelen we dat er gewoon backup is. Of dat iemand, dat de andere dierenambulance, dat die bereikbaar blijft. Maar eigenlijk gaan we dan ook gewoon weg. We zijn ook wel eens bij een concert gewoon weggegaan. Ja. Was het een goed concert wel? Ja. Eigenlijk wel, ja. Het was best jammer. Ja. Ja, petje af, moet ik echt zeggen. Ja. Ja, maar dan moet de liefde voor dieren wel heel erg diep zitten. Waar komt die vandaan? Ja, dat begint van kleins af aan. Dat zit met de paplepel erin gegoten. Ja, bij thuis ons allebei. Al het dieren gehad? Ja, en we hebben allebei nog steeds een hele grote dierentuin thuis. Dus, en dat was vroeger ook zo. Gewoon achter in de tuin. Ook, ja. Een aantal rennen met 20 vierkante meter, mama grote konijnen. En zij heel veel cavia's in de tuin. En, Oké. Maar goed, jullie zijn dat begonnen. Als vrijwilligers. Ik begrijp, je hebt alles zelf gekocht, betaald, enzovoort, enzovoort. Daar moet je er nogal wat voor over hebben om dat zo te doen. Ik bedoel, het is geen betaalde baan, wat dat betreft. Nee, maar het is ontzettend leuk ook om te doen en ook dankbaar. Ja, niet altijd. Afgelopen dagen hebben we ook alweer veel meegemaakt wat niet zo leuk was. Maar over het grotendeel is het ontzettend leuk. En natuurlijk maken we ook minder leuke dingen mee. Maar we halen ook kracht uit het feit dat bijvoorbeeld dieren ingeslapen worden op het moment dat ze lijden. Ja. En dat we die dan toch kunnen verlossen van de pijn. Want dat zijn natuurlijk ook geen leuke dingen. Maar we troosten ons zelfs wel met het feit dat we dan weten, gewoon het dier is dan rustig ingeslapen in ons bijzijn vaak ook. We hebben ontzettend goed contact met de dierenarts waar we mee samenwerken van de Pilhorst. En dat zijn ook fijne dingen toch om te doen. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat jullie wel op zoek zijn ook naar inkomsten of in ieder geval subsidie om de boel te betalen. De benzine betaal je nou zelf. Vorige week of twee weken terug stond de auto bij de garage, begrepen. Ja, klopt. Die kosten die nemen jullie op je. Ja. Dat is nogal wat. Ja, gelukkig begint het nu wel iets meer te lopen. En we hebben bijvoorbeeld Siel. Toevallig zit Rob hier naast ons, die ons twee seizoenen gaat helpen. En daar kunnen mensen ook abonneren. En gaan ze sponsordingetjes organiseren. Dus dat is super fijn. Daar waren we ook heel blij mee. En we hebben een heel groot reclamebord daar langs het voetbalveld. Dus daar ben ik ook wel heel trots op. Ja. Ja. Waar kunnen mensen doneren? Nou ja, bij ons natuurlijk op de bankrekening. via de site van Siel. Ja, precies. Maar gemeentes die staan nog niet in de rij om jullie ieder jaar een subsidiebedrag te geven? Nee, tot nu toe niet. Ik heb een aantal subsidieaanvragen gedaan en we hebben zelfs één afwijzing. Toevallig van gemeente Boksmeer, maar daar heb ik bezwaar tegen gemaakt. En toevallig kwam vandaag dat we binnenkort een hoorzitting hebben. Okay. Dus er wordt wel iets mee gedaan met het bezwaar. Shit. Ja. Ja, dus dat was wel een beetje jammer. Ja. Maar goed, je hebt nou kans om wat we hopen te regelen het. Nog, hè? Dadelijk, na de uitzending. Ja, nee, precies. Ja.
Maar goed, dat jullie het goed doen blijkt, want jullie zijn ook in de race voor de verkiezing de Brabander van het jaar, als ik het goed zeg, toch? Ja, dat klopt. Ja, de verkiezing is uitgeroepen door Omroep Brabant. En ja, daar kunnen mensen op stemmen. Klopt, ja. Als ze nou hier vertellen hoe dat moet, ik denk dat je er zo 100 stemmen erbij hebt. Nou, toevallig komt hij vanavond weer bij ons op de pagina. Maar bij Omroep Brabant, dan kunnen jullie op de pagina vinden. Daar staat de Brabant van het jaarverkiezing 2019. En daar doen 10 genomineerden aan mee. En 1 daarvan zijn wij met z'n tweetjes. En dan kun je stemmen door je e-mailadres in te vullen. En daarna via een bevestigingsmailtje kun je het bevestigen. Ja, ik heb al gestemd, dames en heren. Nou, de rest nog? Op wie? Ja, op jullie natuurlijk. Oh, ja, fijn. Wat dacht jij? Ik ga niet stemmen op iemand uit Roosendaal. Nou, had het kunnen toch? Ja, had het gekund. Nee, ja, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Okay. Top. Nou ja, oké. Heel fijn dat jullie hier waren. Iedereen kent jullie nu ondertussen. En als er ergens een zieke eend of zwaan of kat of we hond, rijden overal voor. Egels, vogels. Ja, klein wild. Ja. Ja, en aan de ene kant zou je denken, we hopen dat jullie niet zoveel te doen hebben. Klopt, want het is voor de dieren natuurlijk niet positief. Nee, nee. Maar goed, we brengen natuurlijk ook wel het loslopende honden die niks mankeren terug naar hun eigenaar. En dat is ook ontzettend leuk, want dan zijn de eigenaar ook ontzettend blij. De hondjes ook. Ja, 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 precies. En in de tussentijd nog geen melding gekregen van een nee, nee, hij is nu even stil. Nee. Nee, oké. Okay. Nou, fijn dat jullie er waren. Ik wens jullie heel veel succes. En, heel erg bedankt. Ik hoop dat jullie braver van het jaar worden. Nou, lief, dankjewel. Ja, goed zo. Ja, nou, een heel ander onderwerp. Ad, misschien heel eventjes, hè, want je hebt zo'n... Ik weet niet wat je op je hoofd hebt, maar wat heb je gedaan? Volgens mij kunnen we zien, dat is verband. Dat is verband, ja. Maar wat eronder zit, dat is opgelost. Dus, dat is opgelost, daar hoef je niet meer over te hebben. Nee. Nee, goed, dan gaan we het over... Nee. Geen ruzie met mijn vrouw of zo, helemaal niet. Dus. Nee, geen enge dingen. Nee, geen sowieso... Geen neergestorte zwarte kraai op zwarte... Geen ruzie over de herindeling? Nee, ja, die wel, maar dat heeft niet dit tot gevolg. Bij anderen misschien wel nog, maar niet bij mij. Nee, oké. Okay. Ad, de gemeentelijke herindeling. Het gaat hard en jij woont net in een gemeente waar het niet zo hard gaat. Ja, het gaat wel hard. Maar dat heeft niet vooral niet met de gemeente te maken, dat heeft met de inwoners te maken. Ja. En de inwoners gaan hard. Dat staat middel ook onbekend. Wij hebben heel veel vrijwilligers, wij hebben heel veel activiteiten. Dus het ligt niet, en dat is nou net de fout die ook bij ons binnen de gemeenteraad gemaakt wordt, dat het zo is dat alles van de gemeente komt. Het zijn vooral de inwoners. Het is de gemeenschap die in zijn totaliteit iets doen en iets organiseren. En dan verwachten we support vanuit de gemeente. Nou ja, en die kunnen we meer verwachten, heb ik, maar niet ik alleen. Heel veel mensen in Mil hebben het idee dat dat beter kan als we aansluiten bij het CBA, zodat we één gemeente Land van Kuik zijn. En sowieso is het onvoorstelbaar dat 7 jaar geleden zijn ze samengegaan met Graven en met Kuik, omdat ze vonden dat ze het alleen ambtelijk niet meer konden. En toen hebben ze het CGM opgericht. Ja. En nu hebben ze gisteravond besloten, naar aanleiding van een onderzoek van Partners en Prupper, die hebben gezegd, de gemeente moet zelfstandig blijven met een eigen ambtelijk apparaat. Maar ja, ook in dit geval is het natuurlijk heel simpel. Wie betaalt, bepaalt. Dus die onderzoeker, die heeft gewoon dat geschreven wat de gemeente graag hoorde. Althans het college. Ja, oké. Okay. Ik ga je heel even onderbreken, want ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar misschien zijn er mensen die niet weten waar het om gaat. Want het gaat over een gemeentelijke herindeling. Ja. De bedoeling is ooit geweest een grote gemeente Land van Kuik met de 5 gemeentes. Kuik, Boksmeer, Sint-Tunis, Graven en Mil. Ja. Ik weet niet of dat ooit de bedoeling is. Nou ja, dat is voorzichtig het idee. Daar is wel ooit aan gewerkt. Ja. Dat is verder uitgewerkt. Alleen op een gegeven moment zeiden Graven en Mil, wij doen niet mee, wij willen zelfstandig blijven. Dus die CBA-gemeente waar jij het over hebt, dat is Kuik, Boksmeer en Sint-Tunis. Sint-Tunis. Die gaan fuseren per 1 januari 2022. Ja. En jij hebt een burgerinitiatief gestart om te kijken of je de gemeente Mil zover kunt krijgen om toch nog maar aan te haken. Waarom vind jij dat
Mil niet zelfstandig kan blijven. Want het gaat allemaal, het gaat goed in Mil. Je hebt Corné naast je zitten, die regelt alles voor de hele gemeente en die doet alles. Maar jullie hebben ons nog helemaal niet nodig. Nee, daarom is het ook jammer dat hij nog de informele burgemeester is. Hij had gewoon eigenlijk de burgemeester moeten zijn en was het geregeld. Want Corné, jij bent ook wel echt voor om aan te sluiten, dat Mil aansluit. Ja. Anders had ik het niet gezegd, natuurlijk. Nee. Ja, ik ga niet in gesprek betrekken. Check, double check, nee, hè? Heel goed. In principe wel, maar wel met een daarom zei ik net, wel zorgen dat de huidige gemeente Mil, of in ieder geval de dorpen die nu binnen de gemeente Mil vallen, straks wel de aandacht krijgen die ze moeten krijgen. Hè? Want ik vergelijk het in de praktijk wel eens, als ik even mag, Ad. Ja, je bent al bezig. Ja, dus, fijn wat jij zegt, keus. Hoef ik niet te zeggen. Fijn, dus we zitten wat dat betreft op hetzelfde niveau. Wat je straks moet... Weet je, een gemeente is heel groot. Hè? We waren een tijdje terug, waren we aan het rondrijden. Toen kwam de Forte Mullum heen. En dan hoor je van, ja, wat zouden we er nou van vinden in Mil, als in Forte Mullum, ik weet niet of het zo is, een sporthal dicht moet, of woningbouw wel kan of niet kan. Net in Mil bijvoorbeeld, daar zal niemand van wakker liggen. Dus je moet straks wel zorgen, als je straks een grote gemeente bent, dat je die kernen allemaal wel de eigen identiteit blijven behouden. En daar moeten we voor zorgen. En daar is net waar ik zeg, die gemeenschap in Mil, die staat er ook bekend. Kijk wat er in Langebom gebeurt. Hè? Er is een café die sluit. En meteen staan er 500-600 mensen in die gemeenschap op, om te kijken op welke manier dat ze naar de toekomst toe die gemeenschap vast kunnen houden. In sport en ook in vertier en in gezelligheid. En dat is in Wilbertoort, dat is in Sint-Hubert wel moeilijker, maar dat kan ook in Mil. Daar hebben we ook verschillende wijkraden en dorpsraden. Dus als die dat straks oppakken, dan kan dat. En kijk, de fractie, de twee coalitiefracties, die zeggen allebei, ja, maar kerndemocratie, dat is iets wat niet ingevuld wordt. Nou zeggen ze zelf, hè, nou komen ze hier met... Bij deze club, daar ben ik trouwens bij. Hè? Dat is mijn politieke partij. Hè? Dat is AB90, Algemeen Belang. En die komen nu zelf met iets waarin ze zeggen, AB90 is sterk voorstander van een echte kerndemocratie en wel gebaseerd op burgerinitiatieven. Nou, als er iemand een burgerinitiatief is gesteld, dan zijn wij de Mil wel. Ja. Dus kom op, toch heb ik een referendum voor nodig. Ga gewoon aan de gang en ga weer niet traineren om ervoor te zorgen dat we straks na een jaar of misschien na 2 jaar pas aan kunnen sluiten. Want dan is het zo, en daar hebben ze in Kuik, in Boksmeer en Sint-Tunis heel groot gelijk in, dan moeten wij maar afwachten op welke manier dat we nog een plek te krijgen. En nu is het zo dat we, als we de 24 december, dus dat is echt verdomde kort, als we dan aansluiten, dan hebben we in ieder geval de mogelijkheid om het hele proces samen mee door te voeren. Ja, want die 24 december, die hebben de drie gemeentes die gaan fuseren, hebben gezegd van, Graven, Mil, jullie mogen meedoen, maar je moet het voor 24 december laten weten. Doe je dat niet, dan wordt het op zo vroeg 2024 voordat je weer kan aanhaken. En nou staat in dit stuk van AB 90 en VKP staat het volgens mij ook. Die zeggen, we gaan 12 december is er een gemeenteraadsvergadering in Mil. Daar gaan ze voorstellen om een referendum te gaan houden, een bindend referendum. Ik weet niet of dat überhaupt kan, nee, dat maar kan ze noemen helemaal het een niet. Bindend referendum. Dat kan helemaal niet. Maar 12 december, dan zou dat voor 24 december geregeld moeten zijn. Ja. Dan hebben ze 2 weken de tijd. Ja. Dat is knap. Ja, nou, het zou kunnen dat ze zo vlug zijn. Die advertentie hebben ze ook zo geplaatst, maar daar hebben ze Cornever gebeld. Dus in de Nije krant is dat zo geregeld. Ik ben overigens voor een referendum, hè, want referendum dat klinkt naar advertenties. En hoe meer referenda, hoe liever ik dat. Maar dat is ook goed. Kijk, waar wij mee gestart zijn is vooral omdat in juli ongeveer heb ik die handschoen opgepakt. En dat kwam omdat er geschreven werd dat zowel AB90 als VKP die waren tegen een herindeling. Toen werd er zelfs over geschreven door een lid van AB90. Wij gaan nooit herindelen. Hebben ze gezet in de Gelderlander. Nee, ja, hallo, beste meneer van raadslid van AB90. Wij zijn de achterban en wij willen wel graag meepraten. Waarom zou het zo zijn dat wij als inwoners niet de gelegenheid krijgen om zo'n enorme belangrijke beslissing om die samen te voeren? Dat is democratie. Nou, toen ben ik gaan schrijven en op Facebook gepost. En steeds meer, er zijn nu echt honderden mensen die steun betuigen. Die allemaal zeggen, jong, oud, ook veel ouderen.
die zeggen van, wij kunnen niet verder. Want er zijn enorm grote ontwikkelingen. Daar begon jij net mee, Herman. Ja, maar dat is ook zo. Dat was de vraag die jij nog niet beantwoord hebt. Ja, maar die zal ik nou beantwoorden. Als het zo is, als ik maar de tijd krijg, dan krijg je van alles te horen. Het is eigenlijk heel simpel zo. Willen wij, zeker waar wij een gebied zijn in het land van Kuik, die in agri-food enorm sterk zijn, hebben wij de behoefte aan heel veel steun, of dat nou in Udevechel, of dat dat nou in Eindhoven is met Brainport. Maar wij moeten gewoon, die openheid moeten we hebben. We moeten scholen hebben, we moeten mensen hebben die hier willen wonen. Ik ben ondertussen ook nog voorzitter van Een Goeie Leven, van de stichting, met onder andere Anton de Weert en vele mensen hier uit de regio. En we zeggen, wij moeten zorgen dat mensen het hier goed kunnen hebben. Daar willen we voor pleiten. En dan moet je een eenheid uitstralen. En dat kan het beste in één groot land van Kuik. Maar in Een Goeie Leven zie je juist toch ook dat die samenwerking fantastisch werkt. Ja, zo is het. We hebben een RBT, een Regionaal Bureau voor Toerisme, wat al Land van Kuik heeft. Zo, vaak is het ook zo dat het Land van Kuik en Maasduinen, so what, waarom niet Maasduinen? Onze toeristen die hier naartoe komen, ik zit dan ook nog in het bestuur van het RBT, maar we zeggen zo vaak, de mensen die naar ons toe komen, die kijken niet naar grenzen, die kijken naar mogelijkheden en die kijken naar Maastricht te doen. Ja, Maastricht te doen. Zo, en maar en dat is leven. Verdomde veel. Wat er in het Land van Kuik iedere week te doen is, daar kunnen nog bijna twee, als ze betalen, ja, twee pagina's meer voor hebben. Goed zo, in de nije krant. Ik zie de inkomsten van Condé per minuut omhoog gaan. Ja, ja, ja. Antoinette vroeg net nog projecten, maar ik denk het wel. Ik denk dat we een nieuwe krant erbij hebben. Ja. Maar je kunt je niet als een eenheid naar buiten uitstralen als vijf losse gemeentes of drie straks. Nee, dan moet kijken, dat 80% van alles wat we doen, doen we al in samenwerkingsverbanden. Ja. Er is nog 20% wat er gebeurt. Maar er komt er nog iets bij kijken, daar zou ik even op terugkomen. Dat is, als wij straks zelfstandig zouden blijven, God mogen het behoeden, dan is het zo dat wij een eigen ambtenarenapparaat op moeten zetten. Nu is het bij CGM al enorm moeilijk om mensen te krijgen die bepaalde vacatures in kunnen vullen. Omdat men niet naar een gemeente wil waar het rommelt op dit moment. Op welke wijze dan ook. Hoe moet dat straks in de gemeente Mil? Als het zo is, hè, en we gaan samen, dan krijgt de gemeente Kuik, Boksmeer en Sint-Tunis, het CBA, die krijgen vanuit het Rijk, om dat allemaal voor elkaar te krijgen, 12 miljoen. Is het zo dat de gemeente Mil erbij komt, krijgen ze 17 miljoen. Is het zo dat Graven er ook nog bij komt? Nou goed, daar zei ik dan verder niks van, maar dan krijgen ze 22 miljoen. Als Mil zelfstandig blijft, krijgen ze niks. Ja, in een hoop gedoe. Want wat moeten wij nou als inwoners van de gemeente Mil, als wij iets willen en wij willen overleg hebben, en dan zeggen ze, dan ben je als inwoner, sta je dichter bij de gemeente, hè, bij de ambtenaren en zo. Als je het aan mensen vraagt, dan zeg je van, hoe vaak heb je die nou nodig? Hè, hoe vaak kom je in het gemeentehuis? 1 of 2 keer per jaar. Misschien 1 of 2 keer in de 2 jaar of in de 3 jaar. Ja. In Sint-Tunis is het al zo dat je je rijbewijs en je paspoort wordt gewoon allemaal netjes thuis bezorgd. En voor oudere mensen die niet op internet zitten, daar kun je ook gewoon vragen. Rijd er maar langs en dan rijd je naar Kuik. Ja. Want er is het ook nog keigezellig ook. En dan gaat het daar even buurten. Komt het daarna in Mil en een borrel drinken. Nou even, hè, want nou zit... Nou zit naast jou zit Rob Hofman. Rob is niet alleen voorzitter van SIOL, maar toevallig ook oud-gemeentesecretaris van de samenwerking Kuik-Graven-Mil. Ja. Rob, kan jij beoordelen hoe moeilijk het straks is voor een zelfstandige gemeente Mil om een fatsoenlijk ambtenarenapparaat op te zetten? Nou, ik denk dat... Ik kan Atta wel in volgen. Hè. Het is moeilijk uit te leggen dat je in 2012 met elkaar constateert dat je je ambtenarenapparaat samen moet brengen om ook gewoon daadkracht te kunnen tonen om al die taken aan te kunnen. Sinds 2012 zijn er alleen maar taken bijgekomen. Denk aan de 3D's, de jeugdzorg is erbij gekomen en dergelijke. En dan komt het mij wel heel vreemd over dat je dan in 2019, en ik heb het rapport nog niet gelezen, dat je dan ineens zegt, nee, we gaan het weer zelf niet doen. We gaan het zelf doen, dat lijkt me heel vreemd. Ja. En ik kan ook onderschrijven dat het gewoon heel erg lastig is om op dit moment gewoon personeel te vinden. Dat geldt niet alleen voor CGM, maar dat geldt ook waar ik werk en dat geldt voor andere gemeenten. Dus ja, ik,
ik snap de zorgen. Ja, want stel dat Mil een afzonderlijk ambtenarenapparaat moet gaan optuigen, kan dat sowieso? Is dat mogelijk? Alles is mogelijk als je geld hebt, maar ja, dat hebben ze niet, hebben we net begrepen. Nee, maar hè, dat is die ambtelijke fusie van Kuik, Graaf en Mil, die hebben we ook helemaal zelf moeten financieren. Want daar is zowel vanuit de provincie als vanuit het Rijk, worden daar nul middelen voor beschikbaar gesteld. En dat gebeurt bij een herindeling wel. En dat gaat om miljoenen. Ja. 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 Dus jij onderschrijft wat Ad zegt van geen flauwekul verder. Ja, geen flauwekul. Kijk, ik zeg niet dat ik automatisch altijd voor opschaling ben. Maar de omstandigheden maken wel dat je verstandige keuzes moet maken. En de omstandigheden zoals die nu zijn, dan denk ik van ja, volgens mij is er maar één oplossing. En dat is ook goed voor het land van Kuik. Maak die stap naar één gemeente land van Kuik. En ga niet uitstellen, volgend jaar van februari een referendum in Mil. Een jaar later weer een referendum in Graven. Dat krijg je de inwoners niet uitgelegd. Nee. En nee. Ondertussen zijn we ambtenaren, bestuurders alleen maar bezig met dit proces. Terwijl die vooral bezig zouden moeten zijn om het land van Kuik in hun kracht te zetten. En ja. Om de inwoners te ondersteunen. Ja. Ja. Goede dienstverlening. Maar toch zijn er kennelijk in Mil en misschien nog wel meer in Graven mensen die zeggen van ja, dat is allemaal wel leuk bedacht en zo, maar wij kunnen dat makkelijk zelf. We hebben die anderen allemaal niet nodig. Ja, maar weet je wat het leuke is? Hè? Of dat is eigenlijk helemaal niet leuk zelfs. Dat op het moment dat wij vragen, want wij komen constant, dat hebben we vanaf het begin gedaan, ook nu met de werkgroep. En we hebben dit in heel Mil hebben rondgedeeld. Er staat ook een stuk in de Nije krant. Maar dus mensen kunnen tekenen, als je ziet hoeveel mensen daar hier ook inderdaad op reageren, dan is het eigenlijk onbegrijpelijk dat er nog steeds gedacht wordt dat zij het verder kunnen. En wij doen daar elke keer maar argumenten. En dan zeggen we, ook op Facebook, maar ook in andere communicatie, diegenen die voor zelfstandigheid zijn, kom eens met argumenten waarom dat jullie vinden dat je zelfstandig moet blijven. Nou, ik heb er nog geen gehoord, hoor. Nee. Maar goed, aan de andere kant... Er komt een aanvulling. Nee, en in de, je hebt dan over de maar in de gemeenteraad is het 7-8. Ja. Dus 7 zijn er van het CDA en die zijn voor één land van Kuik. En 8, AB 90 en VKP. Dus het is niet zo dat verreweg de meerderheid voor het een of het ander... althans, wat we weten. We weten in principe alleen de werkgroep 1 Land van Kuik die actie aan het voeren is. Er is geen actiegroep, wij blijven zelfstandig. Nee, dus, maar dus, aan de andere kant, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft Mil een meerderheid gegeven aan AB90 en VKP. Ja, maar dat was niet expliciet op de vraag van wil je 1 Land van Kuik. Dat ging om het totaalpakket, zeg maar. En daarom, de referendum hebben we in september volgens mij ook al eens een keer aangekaart. Van als je er echt iets van wilt weten, vraag het dan aan de inwoners. Want dat is wel zo'n belangrijke vraag. Dan moet je niet overlaten aan die 15 gemeenteraadsleden. Al zijn die wel gekozen door het volk natuurlijk. Ja. En dat blijft ons punt, Herman. Ja. Dat wij graag de inwoners erbij willen betrekken. Het moet niet één zetel zijn in de raad. Die besluiten over iets wat voor ons naar de toekomst toe zo enorm belangrijk is. En niet voor nu, want er wordt er vaak gezegd, ja, maar het is nou te goed. Ja, dat klopt. We hebben het ook hartstikke goed. Maar dan willen we ook naar de toekomst toe, willen we dat vooral vasthouden. Ja. Nou, je zei net zelf al, hè. Je bent de achterban van AB90, de partij die heeft gezegd we willen zelfstandig blijven. Jij gaat dat dwars tegen in. Word jij zo langzamerhand niet met pek en veren de partij uitgedragen? Nee, want dan zou je denken dat er dit het begin van is. Maar als dat zo zou zijn, dan kom ik heel snel bij de Gelderlander. Maar om dat te vertellen. Maar dus die pek en veren, dat zal wel best meevallen. We hebben best aardig overleg. We hebben nog niet zo lang geleden met de hele fractie bij elkaar gezeten. Daarom verwondert het mij ook dat er nu in een keer een hele advertentie in staat waarin ze oproepen voor een referendum. Want dat hebben we helemaal niet met elkaar besproken. Dus dat wordt alleen binnen de fractie gehouden en niet binnen de leden. We zitten volgende week, dan zitten we weer bij elkaar met de fractie. En dan wil ik wel eens weten in hoeverre dat het zo is dat met die tegenstrijdigheid van belangen binnen alleen al onze club AB90, of dat het zo is dat de raadsleden ook op die manier mogen stemmen. Hè? Want wij hebben vanuit verschillende gremia hebben wij gestemd op vooral op Jos van den Boogaard, hè, want dat is een fantastische wethouder, dus daar hebben we vooral op gestemd, en op wat jongeren die erbij zitten. En nu zou het zo zijn dat ze, en ik zeg dan,
Hoe zit het? Is het stemvee of is het kadaverdiscipline? Moet als één iemand daar zit en die zegt van ja, maar ik wil hebben dat het op die manier gebeurt, moeten dan alle vier de raadsleden op die manier reageren? Nou, volgens mij niet. Want die mogelijkheid ligt er, hebben we ook aangegeven, en het blijkt gewoon dat er meningsverschillen zijn binnen de fractie alleen, of binnen de partij alleen al. Nu focussen we ons een beetje op dat referendum, hè, waar het nou wordt aangekondigd. Nee, dat moet, ja, natuurlijk, want dat is belangrijk. Stel nou dat jullie met jullie actie kunnen zeggen van nou, wij komen nu met 2.000-3.000 handtekeningen van mensen die zeggen van ga herindelen. Kan dan voor of 12 december ook gezegd worden door de raad van nou, laat het referendum maar zitten, wij weten genoeg. Wij gaan nu zeggen, we laten Kuik, Boksmeer en Sint-Tunis weten, we doen mee. Als het zo zou zijn, hè, dat ze nu al luisteren naar wat er bij ons in de gemeenschap leeft, wat er allemaal niet binnen alle vier de kerkdorpen is, dat zo. Hè. Dat is niet alleen, want Mil, dan zeggen ze, ja, Mil, ja. Nee, Mil is Wilbertoort, Sint-Tubert, Langenboom en Mil. En als je dan hoort hoe dat de mensen daarop reageren, als wij zien dat we die honderden steunbetuigingen binnenkrijgen, getekend en wel, dan zou het zo moeten zijn dat diegenen die nu zeggen, als we straks in de Raad van Kuik zitten, dan hebben we eigenlijk geen stem meer. Dan zouden ze nu eens naar de mensen moeten luisteren, want nu zitten wij zogenaamd dichtbij. En dan zouden ze nu moeten reageren op de activiteiten die er in Mil en in de vier kerkdorpen plaatsvindt. Ja. En ik ga ervan uit dat ze dat doen, want ik acht ze nog steeds hoog. Ja, we gaan het volgen. Antoinette, een vraag voor jou. Jij bent ambtenaar bij de gemeente Boksmeer. Straks worden van drie ambtenaren groepen wordt de boel samengevoegd. Dan zijn er geloof ik 35 persmensen die de communicatie moeten gaan doen. Loop jij dan bijvoorbeeld nog het gevaar dat je iets anders moet gaan doen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe is de onzekerheid bij jullie? Die willen mij echt niet missen. Nee, ja, en wij niet, dat had ik al gezegd, hè? Het nou de kans, want er zit dan nee. Een raadslid nou, van wat, van wat Rob net ook al zei, zie maar eens goede mensen aan te komen. Dat is een van de redenen ook herin te delen. Ja, je ziet het in alle segmenten. Dus om een grotere organisatie te zijn die wat bieden heeft, kun je goede mensen vasthouden en krijgen. Dus nee, dat leeft ook helemaal niet. Het enige wat je wel ziet is inderdaad bij CGM. Die zijn dus samen, ambtelijk samen, maar bestuurlijk niet. Daar is iets meer de vraag wat dat straks gaat geven. Ja, maar je hoort ook wel vanuit de ambtenaren dat er onzekerheid is over de toekomst. Ik hoor het niet. Jij hoort het niet? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Ja. Nee. Nee, okay. Ik hoor het wel die reactie. Maar wat ik in de hele discussie, en die heb ik al een paar keer gevraagd, is waar ik nog nooit een goed antwoord, of überhaupt geen antwoord op gekregen heb. Zeg maar, Mil besloot toen samen met Graaf en Kuik, hè, om één ambtelijke organisatie. Maar Kuik is daar uitgestapt. Ik denk, waarom? Waarom is Kuik daar uitgestapt? Weet je, als je een goed huwelijk hebt en eentje wil er weg, dan gaat ook vrouw, waarom? Waarom dan? Ja, misschien was het geen goed huwelijk, dus. Nee, maar waarom? Dan wil ik weten waarom niet. Wat gebeurde er dan? Wie ging er vreemd? Of, weet je, ja. Wat is er gebeurd? Waarom besloot Kuik? Hoeft niet aan het vreemd te gaan. Nee, dat kan ook goed bij elkaar. En volgens mij kon hij een huwelijk met z'n drieën, dat mag in Nederland helemaal niet. Nee, dat is ook wel. Nee. Maar goed, dat doen ze nou dan ook terug. Straks met z'n vrijen. Nee, maar waarom? Waarom stapte Kuik eruit? Nou, ik ben ervan overtuigd, nee, als je dat vraagt aan mensen in Kuik, aan de wethouders, dat ze jou daar in twee regels uit kunnen leggen. Ja, nou, dat ga ik mij hebben ze het uitgelegd, dat ga ik jou niet doen, maar dat moet ik zelf maar doen. Maar het is heel simpel. En het heeft vooral ook met groei te maken. Ja. En met hele verschillende identiteiten. Dat is precies aan. Als dat wij als Mil, wij passen niet bij Graven. Want het is niet alleen zo dat je met argumenten en dat het allemaal op schrift moet staan. Het is ook een stuk emotie waar wij het over hebben. Hè? Mm-hmm. En ja, dan passen dat. Wij, ja, zo is het. Ja. En wat dat betreft, dan passen wij gewoon in het land van Kuik. Dat is, daar zijn wij één mee en daar voelen we warmte. DNA. Ja. Dat is ook DNA, zo is het. Heel goed. Ja. Ja. Nou, we gaan het volgen. Het worden spannende weken, denk ik. Wij willen in jullie Mil. Graag op de hoogte houden. Ja, dat is goed. Dankjewel voor de uitnodiging. We gaan naar een heel ander onderwerp. Rob, ja, op zich zou ik bijna zeggen, ik vind het leuk dat je hier bent. Aan de andere kant is de aanleiding helemaal niet leuk. Nee, want we hebben natuurlijk over discriminatie in het voetbal. Dus afgelopen
Er zei straks al iemand van, die discussie ga je nooit in een uur redden. We gaan het toch proberen, Rob. Een kwartier, hè? Ja, 10 minuten. Krijg jij een uur? Kijk. iedereen heeft natuurlijk meegemaakt wat er bij de wedstrijd Den Bosch Excelsior gebeurde. Waarbij Ahmed Mendes Moreira van het veld afging. De wedstrijd werd gestaakt vanwege discriminerende opmerkingen. Iedereen heeft het erover. Alleen, Siel is misschien wel de multiculti club van het land van Kuik. Niet eens van Kuik, maar gewoon van het land van Kuik. Ja. Jullie krijgen daar als club al veel langer, heb je daar mee te maken. En jullie trekken ook regelmatig aan de bel. En nou is zo'n incident nodig, waardoor Siel in één keer bij het journaal verschijnt, in de Telegraaf komt en noem het maar op. Hoe zit dat bij jullie vereniging? Wat merken jullie? Nou, wat wij vooal merken is, je zei Siel is een multiculti club, dat klopt. Ja, dat zeg ik toch niet verkeerd? Nee, dat zeg je helemaal niet verkeerd, alleen wij ervaren dat zelf niet zo. Hè? Dus daarom mee te beginnen, in onze vereniging, wij zijn gewoon een vereniging en wij zijn een afspiegeling van de Kuikse samenleving. En de kinderen die bij ons voetballen, dat zijn dezelfde kinderen die op het schoolplein rondlopen en die ervaren dat helemaal niet zo. Nee. Dus op het moment dat je met vervelende opmerkingen wordt geconfronteerd, dan is er ook oprecht verbazing, verwondering, wat gebeurt hier nou? Kijk, dat is wat er vaker gebeurt, wat er al langer gebeurt. Wat afgelopen seizoen, dus in het begin van het jaar, in een 3 maanden tijd 4, 5 incidenten waren. En de een wordt groter dan de ander. En dat was voor mij de reden om in een blog, zo heet dat tegenwoordig, op de website, gewoon eens op te schrijven van, hey, blijven we nou allemaal ervan afkijken? Kijken we weg? En dat is namelijk wel wat ik zie. Want als je dat dan bespreekbaar wil maken, en ook niet meteen met grote woorden, maar ja, dan, ja, maar dat is niet zo bedoeld. Of dan moet je, dat is verkeerde humor. Nou, dat soort dingen. De mensen die het overkomt, die ervaren dat echt heel erg anders. Ja, maar je hebt het ook bespreekbaar gemaakt. En daar ook wel fijne reacties op gehad. Ja. Ja, dus daar, het helpt wel. Het helpt wel, ja. Maar soms heb je ook wel andersoortige reacties. Ja. En dat is ook niet helemaal niet erg, want dan heb je het er wel over met elkaar. Ja. En daar heb ik het ook met mensen in de club over, ook met andere bestuurders van andere voetbalverenigingen. Ook ik denk soms wel eens van, ja, het is weekend, ga ik het er nou wel over hebben of niet over hebben als je het hoort. Ja. En soms denk je ook van, hey, die persoon of die persoon, dat is best wel moeilijk moeilijk aanspreekbaar. Wat doet dat in een club? Dus ik snap ook dat het soms heel erg lastig is om het bespreekbaar te maken. Maar niks ook, doen is geen optie. Is het ook binnen een club, binnen teams, of is het meer als de ene partij tegen de andere speelt en daar gebruik wordt gemaakt van de kleur die iemand heeft? Ja, het is dat is het vooral. Of is het ook binnen het team bijvoorbeeld? Nee, wij hebben binnen het team niet, net wat ik al zei. Voor ons is het helemaal geen item. Jullie zijn kleurenblind, zeg maar. Ja, ja. Maar wat je ziet is vooral is dat als je op bezoek komt, maar we hebben het laatst ook met een KNVB-scheidsrechter gehad, die vond dat onze spelers iets te snel naar de grond doken. En dat mag hij vinden, maar dan moet hij niet zeggen, jullie lijken net 10 kleine negertjes. Dat komt dan wel in deze tijd, dat is foute humor, als het al humor is. Het is gewoon een foute opmerking. Dat is heel pijnlijk. Ja. 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 Overigens heeft die scheidsrechter wel uitgelegd, nog hebben begrepen, wat hij bedoelde. Hè? Hij bedoelde eigenlijk gewoon het bij iedereen wel bekende spreekwoord wat gebruikt wordt. Alleen nu werd het opgevat als een discriminerende opmerking. Nou ja, hij zei, 30 jaar geleden zongen wij dat op het schoolplein. Ik zeg, ja, dat is iets anders. Want er liepen toen niet Turkse, Malukse jongens rond. Hè? Nu zeg jij het rechtstreeks tegen 2 Malukse jongens van ons. Dus dat is totaal ongepast, vind ik. Is die man een racist? Heb ik ook gezegd, nee, echt niet. Nee. Die man verdient gewoon weer, die moet gewoon wat mij betreft over 4 weken weer een wedstrijd kunnen fluiten. Hè? Als een voetballer een fout maakt, dan krijgt hij ook een schorsing 4 weken en dan mag hij weer door. Dus ik wil het ook niet groter maken dan het is, in de zin van die man aan de schandpaal nagelen. Nee. Maar het moet wel bespreekbaar worden. Precies, niet dat één incident. Nee. Je moet je daar niet op één incident focussen, maar het is wel iets wat jullie met groot regelmaat als club 10, meemaken. 15 keer per jaar hebben wij daarmee te maken. Ja. En soms zijn het kleine, relatief kleine dingen. Ja. Ja. Maar en jullie zijn als club ook echt wel alert. Jullie trekken volgens mij bij de KNVB doorlopend aan de bel. Ja. Ja, dat hebben we ook gedaan en dat heeft ook te maken met het feit, je ziet nu inderdaad die bewustwording, maar een jaar geleden hebben wij een wedstrijd gehad van een lager team, waarbij iemand van ons, een donkere jongen, voor vuile rotzwarte werd uitgemaakt en toen zijn wij van het veld gelopen, omdat wij het niet verantwoord vonden om door te voetballen. Ook weer
Ja, ik weet niet hoe onze jongens reageren. Hè, want bij Siel gaat ook niet altijd alles goed. En daar zei ik er ook steeds bij. Ook bij ons gaan dingen fout. Hè, dus we, echt niet zo dat wij die ene club zijn waar niks gebeurt. Integendeel. Maar toen kregen wij een boete van 200 euro. Terwijl zwart op wit stond, het werd ook toegegeven dat die opmerking was gemaakt. En tot op de dag van vandaag heeft daar geen bestraffing over plaatsgevonden. Dus dat is heel erg frustrerend. Ja. Hè, dat dit soort dingen gebeuren. Nu zie je, we zijn een jaar verder. Dat incident met die scheidsrechter, dat moet ik ook weer allerlei rapporten gaan invullen op zondagavond en gaan uitleggen wat er gebeurd is. Maar binnen een week zijn we van alle blaam, hebben we geen schuld gekregen, zullen we maar zeggen. Maar dat was een jaar geleden nog anders. Ja, ze zitten er nu wel bovenop, hè, KNVB. Ja. Ook vanwege dat incident pas. Maar dan gaat het over strafrechtelijk vervolgen, stadionverboden. Maar dan zit je, zeg maar, aan de achterkant, dan gebeurt het al. Ja, ik geloof dat... Excessen moet je aanpakken. Hè? Dat sowieso, dat geloof ik. En dan zijn dat wellicht de trajecten die je moet doen. Maar ik geloof er veel meer in om het gesprek met elkaar aan te gaan. Ja, want hoe zouden we dat zelf hier in de regio kunnen doen? Wat zouden we zelf kunnen doen? Nou ja, door het bespreekbaar te maken, maar ook in de contacten die je hebt. Bij voetbalwedstrijden, wij treffen de bestuurders altijd. Een kopje koffie drinken in de rust. Mensen gewoon elkaar aanspreken. Ja, mensen aanspreken. Ja, dat is de lange adem. En tegelijkertijd, wat ik al zei, toen het NOS-journaal bij ons aan het filmen was, stond er zo'n manneke van 2 van 7 naast mij. Ja, die zei, waar gaat dit dan over? Hè? Andere kleur, hebben we niet eens in de gaten. Nee. Dus ik heb ook wel, het gaat wel een keer goed komen, maar het zou mooi zijn als dat niet nog 10 jaar duurt. Nee, dus vooral bewustwording en dat met elkaar stimuleren. Ja. Ja, denk je echt dat dat goed komt? Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat het binnen de voetballerij... Een item is, hè? Er zijn al jaren geleden eerder van dit soort acties geweest tegen discriminatie. En dat ebt dan weer weg en dan komt het weer bovendrijven. Ja, je zult het nooit helemaal wegkrijgen, denk ik. Maar voetbal is onderdeel van de maatschappij. Ja, daar komt naar boven wat er speelt, hoor. Ja, maar ik heb ook columns gelezen en dan wordt het wel heel erg op voetbal gefocust. En dat snap ik ook. En voetbal is emotie. Laat alsjeblieft hier, want de mensen die mij kennen weten dat ik ook soms heel mooi emotioneel kan zijn langs de lijn. Prima, maar wel in de juiste woorden. En het komt wel vaker bij voetbal voor. Ik bedoel, al tal van andere activiteiten. Als ik naar een concert ga, kom ik het niet tegen. Bij de hockey hoor ik het ook veel minder. Nee. Bij de honkbal in Kuik hoor ik het ook niet. Dus we moeten ook niet net doen alsof... het vergrootglas op het voetbal hebben, daar gebeurt het. Nee, maar goed, nou is voetbal natuurlijk wel veel meer een afspiegeling van de maatschappij. Ja. Hè? Want je hebt het over hockey. Daar kom ik niet zoveel, ik vind het een rotwoord om te gebruiken, maar gekleurde spelers tegen. En dan kom je in de volleybalwereld ook niet. Dus ja, dat het daar niet gebeurt, daar kan ik me iets meer voorstellen. Maar ja, voetbal is het toch veel meer. Is het daarom toch goed, hoewel dat niet het juiste woord is... dat zoiets bij Den Bosch gebeurt, dat het daardoor onder de aandacht komt? Ja, dat denk ik wel. Hoe vervelend het ook is. En ik heb ook wel gezegd van ja, misschien was het een geluk bij een ongeluk. Ja, dat er in eerste instantie door FC Den Bosch ook niet zo verstandig werd gereageerd. Ja, nee. En daardoor kreeg het ook heel veel aandacht. Ja. Een jaar geleden gingen een aantal donkere spelers van PSV bij VVV de trap omhoog na de wedstrijd. En die werden ook racistisch bejegend met oerwoudgeluiden. Dat is heel klein gebleven. Ja. En nu is het enorm groot geworden. En ik denk dat ook te maken heeft met de reactie die in eerste instantie vanuit FC Den Bosch is gegeven. Ja. Maar ook terecht. Dat... Dat is dan een geluk bij een ongeluk, waardoor het nog meer op de kaart is komen te staan. Ja. Ik hoorde van de week op de televisie ook een discussie hierover. En daar werd eigenlijk gesteld van de KNVB, de Voetbalbond, is eigenlijk jaren veel te slap geweest met hoe ze hiermee omgaan. Je zegt zelf al, wij zijn een keer van het veld gelopen. Ja. Nou, wat de KNVB doet is, die verschuilen zich steeds achter de regeltjes. Dus Rob, wij kunnen niks doen, want de tuchtcommissie, en die is onafhankelijk, de openbaar aanklager. En dat, dan denk ik van, het is een en-en verhaal, je kunt wel degelijk iets doen. Ja, dus enerzijds dat proces van, er is iets gebeurd, objectief, onafhankelijk onderzoeken wie waar schuld aan heeft. Anderzijds duidelijk stelling nemen en voetbalclubs, besturen, ook handvaten geven hoe je ermee om te gaan. Maar zou je dit probleem dan echt, want je zegt het zelf al van, je hebt het over de tuchtcommissie van de KNVB. Moet de KNVB dit zelf willen oplossen? Of moeten ze zeggen bij incidenten, we stappen naar de politie of naar de rechter en we doen aangifte van discriminatie? Ja,
Ja, ja. Bij excessen wel. Maar ik ga bij zo'n scheidsrechter ga ik geen aangifte doen. Snap je? Dat vind ik buiten proportie. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Dus je moet dat ook per geval bekijken. Het is niet dat de politie het niet druk genoeg heeft. Nee, hè? Die nee, moet het gaat er mij om. Nee, maar als dat, dat verbetert het niet. Bespreekbaar maken met elkaar. Ja. Heb het erover. Ja, ja, en ook niet met allerlei grote woorden. Maar vanuit de nuance proberen. Ik denk dat het niet eens altijd zo vanuit lelijkheid is. Maar ook inderdaad wat jij zegt. Niet eens beseffen dat het eigenlijk kwetsend is of lelijk is. En als je dat er al uit kunt filteren. In de wetenschap, en ik zie dat, want dat was een van de dingen waarom ik dit ook gedaan heb. Ik zie dat het die jongens die het betreft, dat raakt het echt. Ik bedoel, wij zitten hier, wij hebben allemaal die donkere kleur niet. We kunnen alleen maar inschatten wat het met iemand doet. Ja. Ja. En, en ik zie dan af en toe, als een scheidsrechter, ik heb het ook meegemaakt, dan moet je die pasjes voorlezen bij de jeugd. En bij de vierde naam zei die scheidsrechter, eindelijk een Nederlandse naam. En dat Turkse jongetje, en dat zal hij, maar misschien als een grapje hebben bedoeld. Ja, ja. Dat Turkse jongetje, wat die derde naam was, die keek me echt zo aan van, waarom? Ja. Nou, ja. Terwijl dat jongetje waarschijnlijk gewoon in Nederland geboren is. En derde, vierde generatie. Gewoon in kuik op school zit met andere buurjongetjes. Dus we gaan het hier niet oplossen. Nee, maar wel bespreekbaar maken. Wel bespreekbaar maken. En dat is wat we vooral moeten blijven doen. Samen doen. Ja. Met z'n allen. Ja. Ja. Het motto van vandaag, hè? Samen doen. Samen doen, in ieder geval binnen de gemeente Landverkuip, zou ik erbij zeggen. Ja, zijn we met elkaar op. Ja, vooral dat. Ja, vooral dat. Dat is een mooie, Rob. Dat is een mooi spreekwoord, hoorde ik pas nog. Er zei iemand van, alleen gaat het sneller, maar samen kom je verder. Ja. Ja. Die houden we erin. Mooi, hè? Ja. Nee? Mooie met weekend. Mooie afsluiter. Rob, jou dankjewel. Ja. Ik ga nog heel even kijken of iemand naar beneden wil halen, want we hadden nog de iemand... De ijsmeester. De ijsmeester, die is hier al, die wilde een soort reclameblokje doen. Dus... Ik wou deze middag maar even met een vrolijke noot eindigen. Vanaf 6 december is onze prachtige ijsbaan weer geopend in Boksmeer. IJsverstein, boksmeer.nl, Facebook en de hele... Het komt allemaal goed, jongens. En Nico... En wij hebben geen last van racisme volgens mij. Nee, maar jij bent ijsmeester, hè? Jij gaat zorgen dat er perfect ijs ligt de rest van de... Komt helemaal goed, jaar. Komt als jij komt, sowieso. Ja, is goed. Zo. Kom. Ja. Dankjewel. Goed, dan dank ik iedereen op de bank. Ik dank Antoinette. En ik ga afsluiten met de mededeling dat het volgende Nieuwscafé niet op de laatste vrijdag van december is. Want het zou de 27e zijn en volgens mij ligt iedereen aan bij te komen van de kerstbuffetten. En om dat te voorkomen hebben we het een week in de voren geschoven. Dus er is volgende maand wel een nieuwscafé, maar dan op 20 december. Dat jullie niet op de verkeerde vrijdag komen met z'n allen. Dank voor de komst allemaal, tot volgende keer. Ja.